is 2 december voor de eerste dat ik weer gewoon rechtstreeks naar een bestemming, vanuit Den Haag naar een bestemming in België kan racen. Meestal rijdt hij niet. Maar dit is wel een verbetering. Het heeft heel erg veel tijd gekost. Veel vertraging ook. En ja, tot nu toe was het behelpen met de stoptrein en sinds kort met de Intercity tussen Antwerpen en Roosendaal. Ja, dat is een logische gedachte. Als de ene trein eruit gaat, dat je dan een andere trein ervoor in de plaats kan zetten. Maar zo werkt het helaas niet. Het was zonder meer niet mogelijk om een trein op de HSL bij te rijden. Omdat eenvoudigweg dat materieel wat ervoor geschikt is, niet beschikbaar is. Je hebt een andere spanning nodig en je hebt ook een ander beveiligingssysteem nodig. En wat we gedaan hebben is de ruimte gecreëerd op het bestaande spoor. Nou, die puzzel was al helemaal gelegd. 2013 was een hele grote dienstregelingswijziging. Waar heel veel treinen opnieuw zijn neergelegd in de dienstregeling. En we hebben de puzzel eigenlijk opnieuw moeten maken. Het was niet eenvoudig, omdat met name op het stuk Hollandspoor Rotterdam en beneden Rotterdam er heel veel treinen rijden. En je ook te maken hebt met ook heel veel goederenverkeer. Het is een heel druk baanvak. Je ziet hier allemaal andere groene lijntjes. Dat zijn treinen van NS, Intercities en stoptreinen. En wat we gedaan hebben is ruimte gecreëerd om deze trein tussen de andere treinen passend te krijgen. Hij komt op tijd. Dus ja, dat is al netjes. Fijne reis. Dank u. Ja, ik ben blij dat ik nu weer in één keer naar België kan in plaats van met de stoptrein. Goeie reis dan maar, hè. Dag.